Bart Wiemans, de eerste thuisoverwinning. Hoe kijk je terug naar deze wedstrijd? Ja, uiteindelijk met een goed gevoel. Ik denk dat de eerste helft nog wel moeilijk hadden. De tweede helft hebben we het goed gedaan, denk ik. Heel snel 2-0 gemaakt, zeg maar. Daarna gewoon goed uitgevoetbald. Niet meer in de problemen geweest. Wat misschien wel helemaal makkelijk werd toen hun met 10 man kwamen te staan. Maar wel wel fijn dat we een keer gewonnen hebben. Hoe kwam het dat in de eerste helft jullie er zo weinig uitkwamen? Ja, nog even wat lastiger. Ik moet zeggen, hun zetten nog wel best hoge druk en zo. Die mannen hebben helemaal niks te verliezen. Dat is altijd ook lastig tegen die mannen. Je verwacht dat het heel, heel makkelijk is. Maar ja, er zijn jonge jongens die willen heel graag. Die willen zich eigenlijk bewijzen. Die kunnen natuurlijk goed voetballen, anders zitten niet ze bij AZ. Dus toen had het nog wel lastig. Een paar kantjes weggegeven, maar volgens mij daarna niet meer. Dus, Ja, uiteindelijk vliegen jullie uit de startblokken in de tweede helft. Een belangrijke goal van jou bij een 0-0 stand. Zorgde die goal voor opluchting? Ja, die goal was wel lekker. Ik denk voor iedereen. Hè. Ik bedoel, het is altijd goed om op voorsprong te komen. Dat daarna gelijk die 2-0 valt, is helemaal lekker. Want dan is de wedstrijd zo goed als gespeeld als je goed uitspeelt. Maar persoonlijk was die wel heel leuk. Ja. En in de tweede helft ook weinig dreiging voor het Eindhovense doel. Was het roer eigenlijk omgegooid in de rust? Ja, niet per se. Ik denk gewoon dat het verschil is dat je voorkomt. Hun moeten. Daarna maken gelijk de 2-0, wat ik zeg. Dan wordt het, moeten ze nog meer, zeg maar, komen er meer ruimtes. En goed, we hebben ze nog wel best veel laten voetballen, denk ik. Alleen we hebben bijna niks weggegeven. En goed, met een beetje beter uitspel, denk ik dat we er ook 4-5-0 van maken. Dus, Ja, naast een doelpunt ook weer eens een keer de nul gehouden in een overwinning. Ja. Dat moet eigenlijk als verdediger dan toch wel extra lekker zijn. Ja, dat zijn de mooie wedstrijdjes. Als je de nul maakt en je wint hem en je kan zelf nog scoren, dan beter kan het bijna niet. Dus, eigenlijk een totaalpakket. Dat is een hele mooie. Hopelijk kunnen we die nog een paar keer herhalen.